Basisvaardigheden. Meet onzekerheid. Tot nu toe hebben we het gehad over grootheden en eenheden. We hebben het gehad over machten van 10. En we hebben het gehad over rekenen met eenheden. Dat je net zo mee kan rekenen als met getallen. Het volgende stukje is een ongelooflijk cruciaal stukje. En daar heb ik in de klas heel vaak heftige discussies. Ik zou bijna wel zeggen polemische discussies over gehad. En dat gaat over het volgende. Het gaat over meetonzekerheid. Je mag ook zeggen onnauwkeurigheid. Wat is het probleem? We hebben gezien, natuurkunde werkt met grootheden. Grootheden zijn dingen die je kunt meten. Dat betekent dat de natuurkunde altijd werkt met dingen die je kunt meten. Dingen die dus ook gemeten zijn. En daar is een iets wat in ons dagelijks leven, wat we ons niet vaak realiseren. Als ik zeg dat deze pen, om maar even een simpel voorbeeld te nemen, 14 centimeter lang is. L is 14 centimeter. Dan zullen de meeste mensen daar niet veel over nadenken. Maar het punt is dat natuurkundigen daar heel diep over moeten nadenken. Want die vragen zich namelijk af, oké, 14 centimeter. Klopt dat wel? Wat betekent dat? Wat betekent dit getal hier? En wat ze zich vooral altijd afvragen is van, hoe nauwkeurig is dat getal? Let eens op, als jij volgend jaar, of wanneer dan ook, in een verkiezingscampagne hoort dat er een bepaalde economische groei van 0,5% voorspeld wordt, dan is de vraag van de natuurkundige altijd, tenminste dat zou de vraag moeten zijn, hoe nauwkeurig is dat getal? En daar gaan we vandaag over praten. Meetonnauwkeurigheid. Wat betekent die 14? Betekent dat nou 14,000000 centimeter? Echt precies 14? Nou, ik denk het niet. Ik denk als ik hier, als ik hem hier langs houd, dan zeg ik ja, 14, ja, het is eigenlijk meer, nou ja, misschien is het 13,8, maar het zou ook 13,7 kunnen zijn. Heel moeilijk om te zeggen wat het precies is. Dus eigenlijk zeggen we, het is niet 14 centimeter, het is ongeveer in de buurt. Het zit ergens tussen de 13,5 en de 14 centimeter in. Moet ik dus eigenlijk zeggen, 13,5 en 14,0. Daar ergens zit hij in. In dat gebied. Natuurlijk kan ik ook een hele precieze meter pakken. Hè. Ik kan een super nauwkeurige micrometer pakken. Ik kan dezelfde pen opmeten. En dan krijg ik misschien een getal die zegt, nee, weet je wat, de lengte is 13,75 centimeter. Ben ik dan klaar? Is het dan 13,75 000000 enzovoort? Nee, natuurlijk niet. Die 13,75 is ook weer onnauwkeurig. Alleen, hij is wel nauwkeuriger dan die 14. Die 14 was gedaan met een grove meter, met een grote geodriehoek. En deze is gedaan met een heel nauwkeurige micrometer. En dan krijg ik wat meer nauwkeurigheid. En misschien dat ik het nog wat nauwkeuriger kan. En dan blijkt het zijn dat het 13,74700 is. Betekent dat dan dat ik hier gewoon weer zoveel nullen achter mag zetten als ik zelf wil? Nee, natuurlijk niet. Dit is ook weer onnauwkeurig. Alleen, het is weer nauwkeuriger dan die. En die is weer nauwkeuriger dan die. Maar het blijft onnauwkeurig. En dit blijft altijd doorgaan. Iedere meting is onnauwkeurig. En dan is de vraag die ik altijd krijg op dat moment van, wat heb je dan aan een meting? Als die onnauwkeurig is. En daar zit natuurlijk een punt wat de natuurkunde echt anders maakt dan bijvoorbeeld economie. Als ik zeg, ik heb 2045 euro en 57 cent op mijn bankrekening staan, dan is dat getal exact. Hè, het is echt, die 57, daar kun je allemaal nullen achter zetten. Maar in de natuurkunde betekent 2047 en wat zei ik, 58 cent. Als het een meter zou zijn, een afstand zou zijn, dan zou het gewoon betekenen dat die 58, dat ik daar niet zomaar nul achter kan zetten. Nee, dat is een meting. Het is geen exact getal, het is een meting. En dat betekent dat je daarachter dus, dat je moet weten, hoe nauwkeurig is dit gemeten? Is dit echt 58 of zou het ook bijvoorbeeld 0,577 kunnen zijn? Dat zijn de dingen die je moet weten. En wat heb je dus aan een meting? Je hebt in principe niets aan een meting, totdat je weet hoe nauwkeurig die gedaan is.
Dus ik kan wel zeggen, deze pen is 14 centimeter lang. Maar eigenlijk betekent dat niks totdat ik zeg, nou, het is 14 centimeter. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, hij is 14 plus of min. Laat ik het even helemaal netjes opschrijven. Zeg 14,0 plus of min 0,5 centimeter. Nauwkeuriger dan dit kan ik het niet weten. Hij kan misschien op basis van met mijn grove meting, kan ik zeggen hij is ongeveer 14. Maar het kan ook 13,5 zijn, misschien is het ook wel. Er zit een bepaalde marge in. En zodra ik die marge weet, dan weet ik wat ik aan dat getal heb. Dan weet ik dat dit getal, wat de waarde is van dit getal. Dus wat je moet onthouden van dit stukje is, natuurlijk, het gaat allemaal over grootheden. Grootheden zijn dingen die je kunt meten. Als dingen gemeten worden, hebben ze altijd een onnauwkeurigheid. Hoe goed je ook meet, er blijft altijd een onnauwkeurigheid achter. En tenslotte, als je de onnauwkeurigheid niet weet, heb je eigenlijk niks aan de meting. Dat is een stukje over meetonzekerheid of meetonnauwkeurigheid.